borderline is een hele beladen term. Het is een diagnose die eigenlijk helemaal niet zo vaak wordt gegeven. Enerzijds wellicht problematiek is die heel goed kan worden afgedekt, want dat hoort bij de problematiek van borderline, is het ontwikkelen van wat we noemen een vals zelf. Wat op allerlei manieren eruit kan zien. Dat kan variëren van iemand die helemaal spiritueel is, tot iemand die ongelooflijk goed werkt als zakenman of als therapeut. Het kan zoveel verschillende gezichten hebben, dat valse zelf, dat het daardoor alleen al heel moeilijk te herkennen is. En zeker als dat valse zelf goed is opgebouwd, wat vaak het geval is, in adequate, intense woede of moeite kwaadheid te beheersen. Dat is een heel belangrijk kenmerk. Dat is ook een van de dingen waar wij als peritherapeuten met name ingaan op inzoomen in het begin. Omdat het zo moeilijk is om deze problematiek te herkennen als je er niet op bedacht bent. Dus dat is voor ons een van de belangrijkste criteria van, is er inderdaad sprake van intense woede, explosiviteit. Wij hebben de naam borderline eigenlijk afgeschaft intern, omdat we het zo'n naar label vinden. En wij spreken nu het liefst van HS, hypersensibiliteit. Want je kunt kijken naar deze symptomen en zeggen, ja, die mensen zijn ongelooflijk sensibel. Sensibel betekent dat je licht geraakt bent. Ze zijn ontzettend licht geraakt. Je zou kunnen zeggen, het is als een vat met spanning. En er hoeft maar één vonkje langs te komen en het vat ontploft. Dus hypersensibel. Tegelijkertijd zijn het mensen dat als ze zich kunnen ontwikkelen, kunnen ze van hypersensibel ontwikkelen naar hypersensitief. Want ze zijn natuurlijk door die, wat ze hebben meegemaakt en door die sensibiliteit, ook ontzettend, je moet zeggen, ja, ze hebben enorm veel voelsprieten gekregen. Dus het zijn mensen met een enorm ontwikkelpotentieel. Het zijn ook vaak in mijn ervaring hele leuke, creatieve, spontane, vaak ook heel intelligente, ontwikkelde, levendige, ondernemende mensen.